Hallo allemaal, welkom bij mijn kanaal. Mijn naam is Jair Armelia. Ik ben van Suriname, maar woon nu op Curaçao. Dus ja, ik heb gemeen om wat leuke vlogs voor jullie te maken. Dus vandaar ik eigenlijk deze kanaal heb geopend. Ik ga een beetje vertellen over mezelf. Ja. In Suriname heb ik toerisme gestudeerd, waardoor ik nu ook een job heb in die richting, dus in die branche. Ja, mijn hobby's. Ik hou van zwemmen, dansen. Organiseren, dan heb ik het erover. Tripjes organiseren in de familie, buiten de stad of wat dan ook. Ook feestjes organiseren, decoreren. Sowieso niet zo perfect, maar ik doe mijn best. Maar daarvan hou ik. En uit eten, uitgaan. Als het gaat om een leuk fun, dan ben ik altijd daar. Oké? Dus ja, that's it. Verder heb ik niet echt meer veel te zeggen. Mochten er dingen zijn die ik wil meedelen, meegeven, zullen jullie dat zien in de volgende vlogs of in de komende vlogs. En mochten er dingen zijn waar jullie aanlopen of vragen hebben, kunnen jullie dat altijd commenten. Ik zal zoveel als mogelijk erop reageren. En ja, zoals jullie weten is dit mijn eerste vlog. Dus mochten er fouten zijn, I'm very, very sorry because it's my first time. Jullie kunnen altijd feedback geven, we kunnen van elkaar leren, dus daarvoor sta ik ook open. Dus ja, ik hoor het van jullie, man. Dus ja, ik heb niet echt veel te zeggen. Ik hoop echt dat jullie zullen genieten van de vlogs. Dus ja, enjoy! Bye! Ik ben nu bij Hyper Mangusa. We gaan even wat spullen kopen, want morgen heel vroeg, om 6 uur, hopelijk zijn we op tijd, gaan we naar de beach. We gaan een duikje nemen, gewoon een ochtendduikje. Ik heb zin om wrap te maken, shawarma wrap. En ik denk dat mijn moeder taco gaat maken of zo. Dus dan gaan we nu even wat spullen halen van morgen, ja. Dan neem ik jullie mee. Ik wil pas bij mijn outfit. Echt een ruime parkeerplek voor mensen. En nu stappen we binnen en ik zie dit. Ze zijn al aan het versieren. Nice. Oké, en nu gaan we de lift in. We zijn nu namelijk boven. Oké, guys, hier nog eentje. So nice. Naar binnen. Hier heb je de actiespullen. Oeh, yummy. Snacks. Dus we zijn nu op zoek naar mijn wrap. Ik kan het nog niet vinden. Oh, ik heb het al gevonden. Dit zijn die soft shells. Dus mijn moeder wil taco maken. Ze zoekt naar die hard shells. En ik zoek naar een wrap. Is deze goed? Flour. Voor een burrito. Dus ja. Zo, ik heb dit gepakt. Natural tortilla. Daar hebben ze ook heel veel vlees. Dit is de section van rund. Of de kruiden. Oh ja. Dit is de section van varken. We zijn nu op zoek naar shawarma kruiden. Dus even, ja. Hopelijk hebben ze het. Ik weet het niet, maar ja. Ze hebben wel een hele assortiment. But I don't know if they have shawarma kruiden. Dus guys, zelf aan deze kant hebben ze ook zoveel specerijen. Maar ik zie geen enkele shawarma kruiden. Hè? Hier misschien?
En dit bedoel ik ook, hè. Als je in Suriname bent, je weet waar je gewend bent. Ga je gewoon zo naar de winkel. En je pakt die shawarma kruiden. Maar hier moet je eigenlijk zoeken. Omdat het echt gelijk groot is. Hun assortiment is wel like big. But je moet zoeken. Bam, bam, bam. Maar het is wel klein. Ik weet niet. Hier heb je de kip section. Echt goed verdeeld. Hè? Hier heb je like de kip section. Daar heb je de beef. En daarna of erachter heb je dan varken of zo. Zo echt heel veel hoor. En hier heb je een speciale bakery. Het is echt like big man. Zo, weet je waarvan ik hou, guys? Ik hou van deze brownies. Ze zijn klein, but it's very delicious. Yummy. Dus mijn moeder wilde tacos maken, maar ze kan die shells niet vinden hier in Mangusat. Dus ik denk dat we het bij een andere supermarkt gaan zoeken, ja. Zie. Dit is bitter. Dat is lekker. Maar deze. Oké. We zijn nu bij Centrum. Kijk. Dus we gaan nu even kijken als we de taco shells kunnen vinden. Bang. Zo, guys, we hebben het gevonden. Kijk. Bam, bam. Is het deze of die? Oh, nee, die. Kijk. Deze gaan we pakken. Eentje? Ja. Oké. Eindelijk, oh my god. Dus ja, dus dan gaan we... Ik denk dat we alle spullen hebben. En dan gaan we naar huis. We gaan naar Oso. En morgen gaan we dit alles klaarmaken. Bang. Dus wanneer je lui bent, toch? Om een kaart te pakken, check. Knakworstjes van Sue. So guys, it's Halloween time. En kijk. Wat gewoon net hierboven voor de kassa is. Oh my god, het is zo eng. En hier heb je ook, maar... Oef. Zo cute. Halloween time. Mevrouw is bezig om cupcakes te maken. Wat is gebeurd? Maak open! Yeah. Wat? Wat is gebeurd? Wat is gebeurd? Ze zijn zo kroak. Kan je zien? Hoi! Nee, maar moet ik openmaken? Dat is een beetje gezegd. Hoi! Hey! Zijn je peren? Is het lekker, hè? Maar het ziet er wel lekker uit. Is juicy. Is warm. Is overvloed, kietje. Of wat lijkt het? Goedemorgen. Vandaag is zaterdag. Ik ben net een 5 minuutjes op. Dus ja. We hebben 6 uur een afspraak. Dus ik ga even snel de wraps maken. En de tacos. En dan gaan we naar de beach. Dan zie ik jullie zo. Zo, dit zijn de voorbereidingen om wrap te maken. Oeh, lekker groenig. Dit is shawarma kip. Dit is rundgehaak. Kishi. En de wrap. Dus dat gaan we even zo snel maken. Oeh, ik ga dan. Een beetje paprika.
En last but not least zet je daar salsa. Ik heb hier garlic sauce, dus dan ga ik dit gebruiken. En ketchup. Oei! Wat heb je? En dan gaan we hem dichtmaken. Zo. 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 Daar is het. Dan ga ik de rest gewoon verder maken, Bon. Dan, net een burrito. Ow. So guys, we're in the car. Morning. Dus we gaan nu vertrekken vanuit Bruschetta Osso. En dan gaan we richting Mambo Beach. Tot zo. We zijn net aangekomen bij Mambo Beach. Wat gaan jullie doen? Gaan jullie een foto maken, niet na? Nee. Zijn wij Annie op de beach? Maybe. Early birdies. Echt boy? Oh my god. Dit is de entrance van Mambo. Ze zijn daar aan het renoveren. Dit was er toen niet, maar they are busy. Douche scoops. Waar? Oh ja. So guys, we're going beneden nu. Chop, 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 chop. Huh? Where? Oh yeah, catfish. Witte visie, yo. So nice. Welcome to Mambo Beach. Yes. So we are at Mambo Beach. Here my lace. My Alice and here. Mambo Beach. Daar zijn ze aan het aquafitten. Kijk, zo leuk. Kijk, zo nice. Het is nu like 7 uur of zo. We zijn een beetje aan de late kant. But yeah. Mambo Beach. So. Kom meedoen. Na. Laten we meedoen. Huh? Oké, hè? Let's go. Okay, let's do me. Laten we meedoen met Aquafit. Lego. 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 Boy. Let's jump into the thank you.
Sea. Salt water toch? Zee zwemmen, niet van nemen. Wat is makkelijker? Ja. Wat heeft ze genomen? Zee zwemmen. Wat is dat? In zee leren zwemmen. Oh. Makkelijker, want dan is het lichter. Je drijft makkelijker. Kijk, kijk, kijk. Als een ding doe je dolfijn. Laat het. Ik heb sexy oma aan die kant. Ik heb schattige jongen daar. Oh my god. Hij wilde net bij ons komen, maar hij is schaamde zich. Verlegen. Ja. Yeah. Oh, je bent echt een schatje. Mami. Wat ben je aan het doen? Ik zwem. En wat doet die vrouw daar? Aquafit. Aquafit. Ayo. I know you. Tamara knockout. True story. Deze uitzicht is echt nice. Ja. Ik kan banen trekken, but it's like salty. I don't like salty water. Maar dan je hoofd boven toch? No. Why not? Hi, boy, vrouw, die zie. Drie. Kijk de. Vier. Vijf. Vijf. Zes. Zeven. Acht. Negen. Ja, kijk hoe het gaat. Ik zou echt like seasick worden, boy guys. Ik kan echt niet kijken. Oh my god. Ik ben hier even gaan zitten, maar daar is heel veel zoutwater in mijn mond gegaan. I don't like salt water, so ik weet niet. Nu vergeef je me zwart water, kreekwater. Ik jump gewoon erin en weet je. But blauw water is wel nice, oké. Okay? Daarvan niet. Maar it's very salty and I don't like it. So, ik ben weer gewoon aan de kant hoor, guys. Maar goed, zie jullie zo. Grote check. Hey, hey. Hi. Je kijkt naar me. Hallo. Hallo. Hier aan het weg. Kijk, je hebt echt zoveel. Zo, so guys, we zijn net. Oh, wat was het? Guys, we zijn nu bij Mambo Beach. En dan gaan we zo meteen naar Maribampong. Dat is ook een andere buurt, dus we gaan like een beetje beach hoppen of zo. I don't know. Maar ja, dan neem ik jullie mee en dan zie ik jullie zo. Bye! Post nou, doe jullie een post. Ik maak een, ga een foto voor jullie maken. Trek een post. Is dat jullie post? Hé, hey, wacht even. Wat? Ik maak een video. Oh my god! So where to go? Next stop. Another beach. Another beach. Dat zo. Dat zo. Doe je af. Bye. Ik kan niet eruit. Mam ik even. Wat is dat? Thank you.
So guys, we zijn beland bij... ik ben echt een brand even hoor. Ik ben zo snel gebrand. Oké. We zijn toch beland bij de Caracas Bay Beach. We zouden eigenlijk gaan naar de Maripango Beach, maar het was echt like vol en druk. En I don't like that. Dus daar zijn we gewoon naar hier gekomen. Het is ook een nice beach. Ik wens jullie zo meer, oké? Je hebt echt een mooie uitzicht wel hè. Nice. Het water is wel een beetje moeilijk. Maar ja. Complete, yeah, guys. We're gonna plate our breakfast. So, this is all our breakfast with choco milk, with everything that's here, made by us. Homemade, hey guys. It's just homemade. So guys, I'm gonna taste test my wrap what I make. Look here. Even snel taste test, okay? And that one. Lekker guys. En? Lekker. Zie. Fresh. Fresh? Zie. Oké. En you? What about you? Lekker. Heerlijk. Heerlijk. Homemade. Altijd lekker. Ja toch? Dankjewel. Leef mijn chair. Sisi. Oeh, dat is een perro. Hi. Heb je honger? You want to eat? Wait. Kom. Wat is er om te eten? Oei. Kom. Kijk. Kom. Oeh. Ik heb echt honger. So we're gonna test the taco. Lekker gevuld. Lekker? Goed gevuld. Heerlijk. Echt fresh. Made by Shirley. En dit is made by een chatter. Lekker toch? So guys, ik ga even een salade maken. Die, denk maar zo lekker die cracker. Very delicious. Mevrouw Richard, die vindt echt goede dingen in de acties, hè, mensen. Maakt niet uit waar ze gaan. Echt, maar het is echt. Het zijn echt goede dingen. Die anderen hebben al een hap genomen daarvan hoor, dus ik ga nu pas proeven. Wat is dit? Ja. En lekker guys, taco lekker. Homemade, self-made, lekker. Sayang, gaat taco maken. Oké. Oh sayang, sorry. Sayang, volg me op Insta, sapa. Oké, smooth boy.
Zo, we zetten eerst vlees. We zetten eerst vlees, want zij zijn oud van vlees. Dus we moeten goede dag. Veel vlees zetten, hè. Je moet ook vlees eten. Het is gezond. Groente is niet gezond. Ik ben allergisch met groente. Dat is afvatten. Oh, oké. Okay. Hey. Volgende stap. Is? Kaas zetten. Kaas is ook gezond. Is ook gezond, hè? Dus die moet je niet druk maken. Is ook gezond. Oké. Okay. Kaas. Dit is sla. Een beetje sla, een beetje gezondheid, toch? Let op gezondheid. Een beetje, hoor. Oh, bepaalde mensen zijn allergisch. Ze mogen niet van de dokter. Oké. En de last but not least, sapata, de saus. Barbecue saus. Barbecue saus. Is een van mijn favoriete saus. Is wel niet mooi gezet, maar ja. Gelijk deze test, hè? En dan. Mhm. En? Jullie kunnen het ook maken, ja? Ja, zelf. In de comments. Aha. Jullie rieten. Oké, bon. Kunnen het zelf maken. Oké, okay, ja. Smaak het eten. Smaak het eten doei. Wauw, het is een piece of heaven. Is dat de tafel verder? Daar, ja toch? Die daar. Nee, is het zo verder. Zo noemen ze dat, de tafel verder. Guys, is dit niet geweldig of zo? Oh my god, I love it, so breathtaking. Mami, kom. Mami, wat is het? En? Wat vind je van de view? Just relax. Ja, toch? Hier is zon nu. Oké, kom, we gaan naar zo douches, don't mind my hair, okay? We zijn nu bij I Love Curaçao. Hier kan je ook like, mooie foto's maken die I Love Curaçao zijn. Dus ja, wat? Oh ja, ja, ja. Sisi. I Love Curaçao. Het is best wel eng hoor. Ah, why? Oké, hier heb je like, echt een overzicht. En kijk guys, daar waren we net. Caracas by Beach.
Ik denk dat ik mijn vlog hier ga afsluiten, oké? Okay? Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ja? So, till the next time. Bye, dus.